Goedendag. We beginnen met een schitterende foto die is genomen door Hidde Frankena uit Rotterdam. Echt een prachtig plaatje hoor. Foto is gisteren gemaakt. Je ziet hier natuurlijk de Euromast aan de andere kant. Heel interessant. Het Lloyd-kwartier. Ja, en daarachter, ja, daarachter zijn dan de studio's van TV Rijnmond. Ja, echt een schitterende foto. Nou, ook de volgende foto mag er zijn. Die is uh, dinsdag eind van de middag genomen door Mark Roestenburg uit Rotterdam. Natuurlijk met het imposante containerschip de MSC Oscar. Echt een hele fraaie plaat ook. Nou, de komende nacht hebben we te maken met een afwisseling... Van bewolking, brede opklaringen. Het blijft overal droog. De temperatuur zak inwaarts naar 1-2 graden. Aan zee een graad of 4. daar ook de meeste wind. Een matige tot soms nog vrij krachtige wind mogelijk op de pier van de Hoek van Holland, windkracht 4 of 5. Ja, dan morgen overdag. De donderdag is een aardige dag met een afwisseling van zon- en stapelwolken. Temperaturen komen uit op een graad of 9. Het blijft voor de rest de hele dag droog in onze regio, dus dat is natuurlijk uitstekend nieuws. Dan De wijte matige Noordwestenwind. De dagen na morgen gaan we ons opmaken voor lenteachtig weer. Het komende. Weekend. Vrijdag tijdelijk meer bewolking. Wel droog. Een maximumtemperatuur van een graad of 9. Zaterdag begint met bewolking. Maar gaandeweg de dag komen er meer zonnige perioden. Een graad of 12. Ja, en dan zondag is echt de mooiste dag van het weekend. Het is dan zonnig. Met alleen wat velden-sluierbewolking. Aan zee is het 10, 11 graden. Maar dieper de regio in, bijvoorbeeld in Dordrecht, daar kan het al makkelijk een graad of 14 worden. En dat bij een matige zuidwestenwind. Nou, begin volgende week, in ieder geval de maandag, ziet het dan ook nog steeds lenteachtig uit. Met een temperatuur van ongeveer een graad of 13. Nou, Ten slotte nog deze fraaie foto. Zonsondergang. Genomen door Betsy Hokken uit Rokanje. Prachtige foto. Nou, maakt u ook mooie weerfoto's. U kunt ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Tot morgen.